En nu ga ik aan de slag, want zij of haar komt volgende week vrijdag uit. En daar moet er nog wel wat voor gebeuren. Goedemorgen, vandaag zijn we dinsdag, tijd voor een ontbijtje. Mijn rug is trouwens helemaal aan het vervallen. Na verbrandheid komt vervalling. Net ontbeten, mijn afwas weggedaan van gisteren, mijn aanrecht opgeruimd. En nu ga ik aan de slag, want zij of haar komt volgende week vrijdag uit. En daar moet er nog wel wat voor gebeuren. Hallo, het is 12 uur. Ik heb bijna non-stop gewerkt. Eerst aan blogberichten, dan aan kleine doodles voor in het magazine. Hey, hier ben ik. Net veel te veel afleveringen van Friends gekeken. Ik heb ook een nieuwe tekening gemaakt. Mijn iPad, mijn iPad pencil. En nu ga ik mijn make-up sash verder uitzoeken en filmen. Mijn make-up is uitgeruimd. Straks gewoon een paar dingen mooi op zijn plek in de kast stoppen. En nu is het alweer tijd om te vertrekken, want ik moet nog even iets gaan fixen in de KWC. En denk dat ik wel ondertussen nog een keer ben springen in de zeeman. En misschien zelfs zo, dan gaan we kijken in Kruidvat. Ja, Diana leeft lang, zei in haar vorige video dat ze groot nieuws had deze week. Dus ik hoop dat de nieuwe collectie is bij Kruidvat, want ik vind die altijd zo tof. Naar de winkels geweest, naar de KBC geweest, voor iets dat ik uiteraard ook online kon doen. En nu ga ik me klaarmaken om te vertrekken, want mijn mama is vandaag jarig en ik ga haar een bezoekje brengen. Net mijn zwempak uitgespoeld en in bad gelegd om te drogen. Namelijk zo, als je elke keer verschillende keren in de week gaat zwemmen, dan niet altijd je zwempak gewoon kan wassen. Vooral ook omdat je geen wasmachine hebt, dus ik spoel het uit en laat hem drogen tot de volgende keer. En eens in de week of eens in de 2-3 weken was ik hem dan effectief echt in de machine. Ik me zo'n beetje denken aan Sunparks. Daar had je geen wasmachine en dan moest je ook altijd gewoon je zwempak laten drogen. Nu ben ik hier in mijn kamer terecht gekomen en ja. Ik had dat nog niet opgeruimd. Help. Nu ga ik verder lezen in mijn boek Liefde en Geluk. Een boek geschreven door Jenna Evans Welsh. Een verhaal die na Liefde en Gelato komt. Met de vriendin van het vorige hoofdpersonage als dit hoofdpersonage. Net een stukje gelezen en nu ga ik daaraan sluiten voor ik helemaal zot word. Want de deuren staan hier constant omdat hier het raam open staat en het raam in mijn living. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels! Hallo, ik heb net voor het eerst het Magnum ijsje geproefd. Dit is een chocoladeijsje met witte chocola aan de buitenkant en van die koekjes aan de buitenkant. De buitenkant is echt heel erg lekker. Ik ben echt zo fan van die Oreo-achtige koek en de witte ijs en de witte chocola. Maar de binnenkant vind ik echt totaal niet lekker. Dat is gewoon vanille-ijs met chocolade-ijs. Maar ik ben niet zo aan chocolade-ijs.